Welkom allemaal bij een nieuwe SoRive video hier op FC Nederland. Mijn naam is Mark en we gaan vandaag weer een keer rewards openen. Het is me volgens mij 2 weken achter elkaar niet gelukt om een reward te winnen. Maar dit keer is het wel weer gelukt afgelopen weekend. Dus daar ben ik uiteraard blij mee. Al had het ook beter kunnen gaan. Had uiteraard natuurlijk ook slechter kunnen gaan. Maar ik ga je laten zien. Ik heb een keuze gemaakt die achteraf gezien niet zo best was. En hier en daar een beetje pech gehad. Maar voor ik begin zou ik je willen vragen, doe even een duimpje omhoog. Zou ik enorm waarderen, help mij en mijn kanaal te groeien. En als je nieuw bent op het kanaal en niks wil missen, abonneer dan met belletje aan. Dan ben je erbij. Dan gaan we beginnen met even het doornemen van afgelopen weekend. Doen wij op SoRare Data en dan zien wij Challenge in Europe. Daarmee heb ik dus een reward gewonnen. Een tier 4 heb ik gewonnen met dit team. Ik kwam 6 puntjes tekort voor een tier 3, dus dat is jammer. En dat had ook zomaar gekund in mijn ogen, want McGregor had bijvoorbeeld niet de allerbeste wedstrijd van zijn leven. Ondanks dat ze 6-0 van Aberdeen hebben gewonnen. O'Reilly natuurlijk wel gewoon een goede wedstrijd. Hansko ook op zich wel een prima wedstrijd, al scoort hij ook nog wel eens hoger. En De Jong met zijn doelpunt, 70 punten, had ook zomaar nog iets hoger kunnen zijn, maar... Helaas, het is gewoon een tier 4 geworden. We gaan zien wat het wordt. Eindelijk had ik een keer van het weekend het idee... ik kan een keer een reward gaan winnen met een Common League. En dat was met de MLS. Uiteindelijk is het dat is niet gelukt. Er waren een paar wedstrijden in de MLS. En ja, ik had toevallig 5 spelers van clubs die allemaal speelden. Dus ik had hem maar gewoon ingegooid. En het begon goed met João Paulo en Morris en deze IBA-ga of zo, weet ik hoe je het uitspreekt. Toen stond ik 33ste en toen moest Houston nog spelen. Dus ik dacht, nou, als Houston nou even zijn best doet. En dat hebben ze niet echt gedaan. Ze hebben wel gewonnen, maar 5-4 na penalties. Het was 1-1 geworden, dacht ik. Dan kan ik daar nog wel eens een reward gaan winnen. En uiteindelijk, toen was die wedstrijd gespeeld. Ze hebben allebei niet zo goed gescoord. Maar uiteindelijk, toen stond ik nog iets van 160ste of zo. Ik weet niet precies. En dan win je dus gewoon een reward. Maar toen bleek een dag later op zondag nog een wedstrijd te zijn met Atlanta United tegen... ik weet niet tegen wie. En het is dus helemaal niks geworden. Helaas. Dan hebben we de All-Star Limited. Daar heb ik wat pech gehad, vind ik zelf. Clark, niet de beste wedstrijd. Zat ook in die common. Sasaki, daar begon het mee. Die had wel een hele goede wedstrijd. Zaterdagochtend vroeg al. Als captain, 112 punten. Dikke prima. Al de wereld. 6-0 gewonnen en 50 punten gescoord. Is niet heel denderend. Herrera, wel fantastisch. 95 punten gescoord. Maar Kramaric als laatste. Was hij als laatste? Ik weet niet of hij als laatste was. Volgens mij wel. Zat op de bank. Is wel ingevallen. Heeft nog 30 punten gehaald. Maar hij is natuurlijk een poosje geblesseerd geweest. Ik had het idee. En samen met mij ook. Player Sharper. Daar kan je dus zien wat de verwachte opstellingen zijn. En daar stond Kramaric dus gewoon wel in de basis. Niet op een 90%, wat dan wel een vrij zekerheidje is dat hij gaat spelen. Hij stond op 60%, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar uiteindelijk is hij dus niet gestart. En dit had zomaar, als hij gestart was, wel gewoon een reward kunnen zijn. Een tier 5 dan weliswaar. Maar als Kramaric speelt, zijn gemiddelde is geloof ik iets van 65 over de laatste... 15 wedstrijden, ondanks dat hij dus geblesseerd is geweest. Dus dat had helemaal niet zo raar geweest als hij bijvoorbeeld 55 of 60 punten had gehaald. Dan had ik gewoon een reward gewonnen. Maar goed, dat is dus niet gebeurd. Ik heb 240, ook daar pech. Jung was geblesseerd, was questionable op Play Sharper. Dus ik kan hem misschien beter niet op kunnen stellen. Maar goed, ik had zoiets van, ja, misschien speelt hij wel gewoon. En ondanks dat... Toen alle wedstrijden net afgelopen waren, Onyedika en Wutrich hadden volgens mij zondag als laatste de wedstrijd. Toen stond ik op 280, op 283 punten of zo. Dus ik dacht, yes, zelfs met 4 spelers heb ik de threshold kunnen halen. Maar uiteindelijk zijn er van Onyedika en volgens mij ook van Wutrich nog een paar punten afgehaald. Waardoor we nu op 266 uitgekomen zijn en dus geen threshold hebben gehaald. En dat is zonde. Had ik in plaats van Jung bijvoorbeeld, even kijken waar is mijn academy... Had ik bijvoorbeeld Saruki erin gezet.
had ik gewoon een reward kunnen winnen. Hetzelfde verhaal voor Zieler. Had ik die ergens in mijn all-star team gezet, had ik hier ook gewoon een reward kunnen winnen. Maar ja, Zieler die moest tegen de nummer 1, tegen St. Pauli, uit. Dan ga je er niet vanuit dat die 0-0 spelen, dat hij de 0 houdt. Maar ja, dat gebeurt dus wel. En hij heeft er gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Veel punten gescoord. En ik had hem in mijn academy. Nou ja, het is wel extra XP voor hem. Maar goed, dat is niet wat je had willen doen. Ja, en een Zerouki had ik bijvoorbeeld, of Vardy had ik in plaats van Jung erin kunnen zetten. En dan had ik de threshold gehaald. Dus ja, wat dat betreft zat het allemaal niet mee. Nou, al die andere comments, dat is ook allemaal niks geworden. Dus dat bespaar ik jullie. Dan wordt het nu gewoon tijd om de rewards te gaan openen. Zijn er hier nog wat dingetjes? Nou, lekker belangrijk. We gaan gewoon even de rewards claimen. Het eerste is natuurlijk de puntjes voor de clubshop, die ik over het algemeen gebruik om mijn spelers te boosten in XP. En we hebben de 530. Nou, je hebt 3000 van die munten nodig om één speler te kunnen boosten. Dus dan moeten we nog even doorsparen. En dan komt het nu, de tier 4 uit de Challenge Europe. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Het wordt een Belg, de verdediger van Mechelen, Daam Foulon. Die ken ik niet. Ik ga gewoon even zoeken. Ja, het is een tier 4, dus ik kan er niet heel veel van verwachten. Maar het zou fijn zijn als het in ieder geval een speler is die speelt. Hij speelt wel, 100%, de laatste 15. Dus dat is fijn. Hij is niet zo heel duur. $2 en ja, dat zal een reden hebben. Ja, het is niet een hele geweldige speler natuurlijk. Hadden we natuurlijk ook niet kunnen verwachten. Hij heeft laatst wel tegen liever een aardig score gehaald. Maar daarvoor dus twee hele dramatische wedstrijden. Ja, wat moet je hiermee? Ik denk dat ik hem wel gewoon even in de club hou. En ja, wellicht dat hij over een poosje ineens iets meer waard wordt omdat hij goede wedstrijden te spelen of zo. Ik weet het niet. Maar ik kan hem nu verkopen. Dan heb je $2 en daar kan ik eigenlijk ook niet zoveel mee op dit moment. Dus ik hou hem voorlopig nog wel even in de club. Je weet nooit waar het goed voor is. Dan hebben we nog een midweek waarin ik eigenlijk alleen maar Academy line-ups heb. Want bijna niemand speelt in de landvoetbal. Nou, Hansko had dan een wedstrijd en McGregor had volgens mij een wedstrijd. Dat waren volgens mij de enige twee. Ja, daar kan ik natuurlijk niet zoveel mee. Dus we gaan allemaal trainen, XP vergaren en dan hopelijk na de interlandperiode weer volle bak voor de rewards gaan. Dat is het voor vandaag, voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ja, hopelijk hebben jullie wat meer geluk gehad. Laat even weten in de comments of jullie rewards gewonnen hebben, zo ja, zo nee. En ja, zo ja, wie dan? Ik ben benieuwd en ja, kan ik dat even teruglezen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Later.